Martin van Meurs, ex-wethouder in Arnhem, is niet meer welkom als raadslid. Een bijeenkomst van fractievoorzitters wees uit dat zijn aanwezigheid niet meer gewenst is in de gemeenteraad. Van Meurs werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Zijn partij Pro Arnhem wipte hem als fractievoorzitter en partijlid. Maar Van Meurs heeft nog wel recht op een raadzetel op persoonlijke titel. Martin van Meurs, veroordeeld voor kinderporno, wil na zijn vrijlating in november gewoon terugkeren als raadslid. Wat vindt u daarvan? Ja, dat lijkt mij niet kunnen. Nee. Nou, dat kan niet. Die afweging is aan hemzelf. Kijk, hij heeft zijn straf uitgezeten en iedereen die een straf heeft uitgezeten mag weer volledig lid zijn van de maatschappij. Dus. Weggooien. Ja, hij kan het proberen, maar als hij de raad tegen heeft, dan gaat het hem vast niet lukken. Nee. Nou, dan moet hij dat doen als hij dat mag. Maar zou je erachter staan, zeg maar? Ja, nou, dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Als het mag, dan moet het gewoon, dan kan hij gebruik maken van zijn recht. Ja. En ja, dan kan je moreel oordeel over vellen en juridisch oordeel. Juridisch staat hij in zijn gelijk, moreel kan je dat vinden van wat je ervan vindt. Ja, niet kunnen natuurlijk. Ja, zo simpel is het. Want? Nou ja, als je voor zoiets veroordeeld bent, dan ga je niet terug de gemeenteraad in. Nee, niet doen. Zeker niet. Zulke figuren zeker niet. Ja, ik denk dat elke rationele Nederlander ervan vindt. Hè. Belachelijk, hij is een volksvertegenwoordiger. En ja... Hoort dat niet meer in de raad, zegt u? Ook erge misdrijf dan ook, moet hij niet meer terugkomen. Of het nou kinderporno is of wat dan ook. Ja, dat past niet. Ja, dat kan niet. Gemeenteraadsleden hebben een voorbeeldfunctie, hè? Dus dat lijkt me niet geen goed idee. Maar hij heeft zijn straf uitgezeten, dus in principe is hij weer een vrij burger natuurlijk. Hè? Ja, maar ik denk toch met zo'n verleden dat moeilijk te combineren is. De bekende Arnhemse politicus komt binnenkort al vrij omdat hij heel lang in voorarrest zat. Tijdens zijn detentie is Van Meurs gewoon doorgegaan met zijn raadswerk. Hij stelde zelfs raadsvragen vanuit de cel. Wat zou je voor advies geven aan Van Meurs? Slim zijn, zelfverstandig zijn en terugtreden, denk ik. Ik denk dat hij het beter kan laten. Ja. Want, wat zou er gebeuren als hij het wel doet? Ik denk dat een hele hoop mensen zullen protesteren. Ja, dan denk ik dat ze er niet zullen pikken. Ik zou maar, hoe heet dat, me terugtrekken en uit het zonlicht blijven. Hij moet gewoon stoppen, ja. Dat zou uw raad zijn, ja. Stoppen. Nou, er staat zo'n poll in de krant en dan zegt 95% toch maar niet. Nee. Als hij het nou wel doet, wat zou er dan gebeuren, denkt u? Ik denk dat er best wel wat protest op zou komen en hij zal het niet makkelijk hebben. Als ik hem was, zou ik er niet aan beginnen. Wat zou u dan doen als u Martin van Meurs zou zijn? Dan zou ik toch de consequenties van mijn daden goed bekijken en iets zoeken. Ja, iets zoeken om daar weer uit te komen en een goede kant van mezelf te laten zien. Veel mensen hier die willen hem graag aan de andere kant van Nederland zien, zeg maar. U ook of niet? Het maakt toch niet uit waar hij zit. Het gaat om zijn persoonlijkheid. Ja.